Nou, dat ging lekker. Maar goed. Hoi. Hallo. Het is je homeboy. Voordat deze video begint wil ik graag jullie allemaal bedanken voor de support op mijn vorige video. Het is oprecht echt. Ik voel me oprecht zo gevleid dat ik zo'n aardig en vriendelijk publiek heb. En ik waardeer jullie allemaal. Gewoon allemaal. Dankjewel. Dankjewel. Maar goed. Nu is het tijd. Nu is het tijd. Mensen moeten zich realiseren dat de mensen die ze kijken helemaal niet zijn zoals ze denken die ze zijn. Jongens, het is tijd. Jongens, het is tijd. Het is tijd dat wij het belangrijke voor ogen gaan zien. Jongens, het is tijd. Het is gewoon tijd. Dat we allemaal YouTubers gaan exposen. Ja. Oké, jongens, het eerste kanaal dat ik niet helemaal vertrouw is Getsy uitroepteken. Hier staat misschien Getsy punt. Maar dat is bedrog. Ik zei al, ik kan hem niet vertrouwen. Je kan Mart gewoon niet vertrouwen. Oké, jongens, dit gaat moeilijk worden. Mart is namelijk altijd een goede vriend van mij geweest. Gaat lastig worden. Misschien. Boy, jongens. Zielegrondje gaat dood. Jammer, heel tragisch. Laten we eens gaan kijken. Voor de wie? Ja, ja. Jij hebt geen idee hoeveel zin ik hierin heb. Let's. Mart, wow. Jongens, de eerste leugen hebben we al ontdekt. Mart heeft nooit ergens zin in. Mart, wat probeer je mij te vertellen, Mart? Mart, je kan de waarheid niet voor ons houden. Mart! Jongens, ik kan helaas zeggen dat het waar is. Al dingen die je hebt gehoord over Mart. Ik moet helaas met rouw zeggen, Mart. Je bent exposed! Oké, jongens, ik ga het staan doen. Omdat het te heftig is om te zitten, jongens. Ik adviseer jullie hetzelfde te doen. Om te staan. Het is gewoon te heftig. Volgende kanaal ken je misschien door de naam Bad. Eigenlijk heet hij Belg. Precies. Hij bedriegt jullie weer eens. Met een misleidende naam. Maar als ik eerlijk ben, ik ben te bang om op dit kanaal te kijken. Omdat Wesley hier mij te erg aanstaart en te intensief in mijn ziel kijkt. Jongens, ik kan het gewoon echt niet aan. Het is gewoon te veel voor mij om hier te kijken. Oké, volgend kanaal. Volgend kanaal is lastig. We gaan het doen. Volgend kanaal heet Kodaaf. Maar wacht. Er klopt hier vol. Nee. Ja. Er klopt hier iets niet, jongens. Er klopt hier iets niet. Oh mijn god. Hij koopt dief. Ik wist het al. Ik wist al dat hij een dief was. Hij heeft namelijk met zijn babyface al die 12-jarige meisjes zijn harten gestolen. En stiekem ook mijn hart. Ik ga weer zitten. Het is te intensief voor mij om hem te exposen. Hiervoor heb ik tijd nodig, jongens. Hier, wow. Willem? Is dat Willem? Laten we gaan kijken. Misschien was het handig geweest als ik koptelefoons op opgezet. Maar jongens, dit is te belangrijk om koptelefoons op te zetten. Als je die grap niet snapt, ik ga hem niet uitleggen. Hij is heel voor de hand liggend. Wow, jongens. Begrijp dit. Hier, Jeroen, Codief. Leg geen grap uit aan de kijkers. Schande. Oh god. Wat heb ik gedaan? Auw. Mijn ogen. Het worden zulke harde nachtmerries. Wow, jongens. Vind je het kunnen? Jeroen beledigt gewoon onze prachtige, mooie Willem hier. Vind ik gewoon niet kunnen. Jongens. Ik heb echt meelijden met Willem op dit moment. Jeroen heeft gewoon Willem beledigd en
Cody heeft gewoon Willem beledigd. Ik vind het zo stom. Ik heb zoveel medelijden. Laten we Willem exposen. Ja, Willem heeft fantastisch haar bij me geëxposed. Volgend kanaal is heel erg klein. Ik weet zeker of jullie deze wel kennen. Maar, oh, oh. Wat is deze? Wat is deze toch echt, echt erg? Het gameportaal. Oké, jongens. Zoals jullie zien heeft het gameportaal heel weinig abonnees. En het gameportaal, zal ik geheim vertellen. Het heet niet het gameportaal. Het heet het gamekoraal. Nogmaals. Het is vreemd genoeg een trend onder deze vreemde, vieze kanalen. Om een echte kanaalnaam, een mysterie voor jullie te houden. Onacceptabel. Onacceptabel. Oké. Laten we dit kanaaltje eventjes snel exposen. Zodat ik weg ben met de horror van het gamekoraal. DM, ik stuurde iets heel erg liefs. Ik stuurde een hartje. Fuck, 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 fuck. Wow, jongens. Deze man. Het scheldt. Het vieze woorden. Dat is iets wat ik nooit zal doen in mijn video's. Schelden. Jongens, jullie weten hoe erg ik tegen schelden ben. En dan moet hij nog Bilbo voor het gewicht erbij doen. Waarom? Ronald, waarom ben je zo gemeen tegen mij? Ik weet niet of ik wel door moet gaan, jongens. Maar het is voor de veiligheid. Het is voor jullie. Zodat jullie de waarheid weten. Oké. Wacht eens eventjes. Vliegen als een vogel. Hij heeft eindelijk een manier gevonden om te vliegen, jongens. Laten we het kijken. Ik ga het moeilijk maken voor hem. Oh, hey. Ik ben dood. Ben je dood, really? Ik knalde tegen het ding aan. Ik ga scoren. Oh shit, jongens. Ronald is vogelcistisch. Alsof dat geld niet al genoeg was. Laat ik snel maar weggaan van dit kanaal. Het is echt veel te veel. Veel te veel. Zo biba booba beest nog mooi. De wereld is mooi. Zo mooi, zo mooi. Oh, phew. Dat was even de... Phew, dat was eventjes... Dat had ik echt even nodig, jongens. Oké, volgende kanaal is Banana Flavor HD. Ik ben tot de conclusie gekomen dat dit kanaal helemaal niet naar bananen smaakt. Exposed! Oh, grappig, man. Waar? Grappig, hoor. Oh, daar. Zet die vreugdepier nou in. Oké, jongens. We hebben genoeg stress en intensiviteit gehad voor vandaag. Ik denk dat ik hier maar bij ga houden. Maar als je nou denkt dat er nog een YouTuber is... die heel veel kwaad in de zin heeft. En je vindt dat ik hem moet exposen. Jongens. Geef hem maar aan mij. Ik kan hem aan. Maar voor nu is het einde. Ik kan nog maar één ding zeggen. En dat is kijk uit. Dat deze YouTubers in deze video. Jou niet aanvallen. En jou kietelen. En jouw haar snuffelen. In jouw slaap. Skadoosh!